5, 4, 3, 2, 1, 0! De chair wat kan gezond, lopen is gezond, zitten mag je er aan. Exercitie, hop. We maken 72 jaar. Jullie moeten lopen voor de gezondheid. Olu maakt 72 wakker. Hij heeft zijn titel geprologeerd. De man in rood tenue wint weer aan de 10 kilometer. Lionel Kenway Tahuyana. Dames en heren, ze promoveert haar titel, Ilsida Tumere! Ilsida Tumere! En de kindertjes komen nu ook in de lopen, echt hele kleine kinderen. En dames en heren, straks krijgen we echt een prachtige aanblik als de brug vol is met de trimmers en wandelaars. It's great, great. Beautiful sight, beautiful view, wonderful. Great exercise. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik heb het gehaald. Weer een keer. Het is al de vierde keer dat ik meedoe. En volgend jaar doe ik het gewoon weer. Lukt het nog? Ja, lukt zeker. Thank God. We hebben het gehaald, man. Het lukt wel. Als ik de kans had om zo te rollen, had ik gerold. Ja. Nou, we hebben de tiende bij je brok. We net gelopen. Alles is perfect verlopen zoals we dat gehoopt hadden. Dus we zijn dik tevreden. De snelste promo van vandaag. Geweldig. Geweldig, dames. Dames en heren, de snelste man van vandaag is meneer Bram er nog. Winnie Bram is 81 jaar oud. Give him a big hand. 81 jaar en nog steeds over de brug 5 kilometer afleggen. Voor ons is het belangrijk dat alles goed gaat. Safety first. Geen ongelukken en geen uitvallers die met de ambulance weggebracht moesten worden. Niks gebeurd, dus... Hi! Bij elkaar alles, hardlopers, wandelaars, kinderen, bij elkaar hadden we iets van bij rond de 6000. Is dat niet te veel? Dat is onze limiet. Dus dat is een limiet die we altijd gesteld hebben. We hadden dat bereikt en toen zijn we gestopt met inschrijven. Is het meer dan vorig jaar? Ja, vorig jaar zaten we net onder de 5000. Dit is Jan Groot, de initiatiefnemer, de bedenker en de man die begonnen is met de Biggie Brokkie Waka 10 jaar geleden. Benoemd tot ridder in de ereorde van de Bosjebrug. Bedankt. Ja, het is best wel leuk om mee te maken. Wanneer je van die kant uitkomt en je kijkt zo naar de brug, dan lijken die mensen echt op mieren. Hè? Echt waar. Ik zeg mama. Het je.